Ik mag meerijden met Roel. Roel woont in Soest en hij heeft de hele wereld gezien. Het is een echte avonturier. En wat is er nou zo bijzonder aan? Hij is 97. Hallo. Goedemorgen. Dag. U bent meneer Roel? Roel, ja. Ja, hi. Ja, ja. Tatum. Oh, kijk, het hekje gaat open. Dat zijn mijn huisdieren. Kijk, sluierstaart. Wij spreken me nooit tegen, zoeken geen ruzie. Hier breng ik de nacht door. Nou, slaapt u goed? Ja, ik kan goed slapen. Mooi. Zullen we gaan rijden? Ja, daar is het om begonnen. Daar is het om begonnen, dat ik met u meerijd. Kijk nou, wat een heer. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Wauw, wat een droomman. Ik wou dat het dagwerk was. Dat u helemaal zo de deur voor me openhoudt. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer, hoor. Ja, maar ik ben een oudere man. Oh ja. Waar gaan we naartoe? Het plan is om naar de Paddenkoekenhuis te gaan in Laagschoeren. Oké, daar komt u vaker? Ja, nou ja, vaker, regelmatig. Want van daaruit doe ik dan flinke wandelingen door de bossen heen. Ben ik veilig bij u in de auto? Zeer zeker. U kunt op me rekenen. Ik heb al 75 jaar een rijbewijs. En u draagt geen bril, hè? Ik kan alles nog zonder bril, ja. Wauw. Alleen het gehoor. En als ik zo fluister, hoort u mij dan? Als ik zo praat, hoort u dat? Nee, hè? Ja, ik hoor iets van een foto. Ik heb vroeger een toekomstbedrijf gehad. Ik ben dus eigenlijk de uitvinder van het pendelverkeer. Dan had ik dus, mijn kantoor had dus dan de plattegronden en dan kon je precies. Dus u bent een echte ondernemer? Ja, ja. Heeft u wel eens een vrouw in de auto? Ja hoor. Ja? Ja, zeker weten. Echt? Heeft u wel eens een date? Het is... ik heb eigenlijk zo 3 vriendinnen waar ik mee omga. Wauw. Heeft u wel eens een leuk romantisch moment meegemaakt in de auto? Daar kan je de romantiek niet in bedrijven, vind ik. In een auto niet? Ja, nee. Wel eens een, laten we zeggen, een knuffelpartijtje, maar verder... Nee. Het is... Als het gebeurt, dan moet het natuurlijk goed zijn. Niet een expressootje, nee, dat is 1, 2, 3, alles weg. Volgens mij bent u wel een womanizer, hè? Ja. Oh, wacht even. Ja. Oh ja, nou hoef ik ook helemaal niet te zeggen. Ik moet me helemaal niet bemoeien met uw rijstijl, hè? U kunt het mij beter leren. Oh, wacht even, kijk uit. Oh, het gaat even mis bijna. Oh. Zo, even kijken hoor. Houdt u het nog vol? Tot midden in de nacht. Ja? Ja, en dan ga ik slapen. Telkens weer slaat wat er vroeger was. Het is jammer dat ik zo op de weg moet letten. Uit de oude maan. Bent u ook bang voor de dood? Ik ben nieuwsgierig naar de dood. Echt? Ja. Al die verhalen toch, hè? 7 maagden bij de islam en paradijs en al die dingen. Dus ik ben nieuwsgierig. U denkt alweer aan die maagden. Zelfs als het over de dood gaat, dan bent u met vrouwen bezig. Nou, misschien zien we elkaar wel in de hemel. Nee, want die is er niet. Als we wat ondernemen, moeten we het nu doen. Ik rij alleen maar even mee, hè. Kijk, hier is de boer. Daar gaat u pannenkoeken eten. Ja. Okay. Het is aan jouw kant groot net hoog. Oh, daar kijkt u ook naar. Nou, daar zijn we dan. In 1 woord geweldig. In 1 woord geweldig. Ik vond het superleuk. Adi. Dag. Hasta la vista. Hasta la vista. Wat een gave vent, zeg. Fantastisch gewoon. Wat een leuke man. Nou, die gaat nog wel rijden boven de 100, dat weet ik zeker. En de charmeur, jongen. Charmeur. Ik heb wel gelachen in die auto. Mijn dag kan niet meer stuk. Heerlijk.